heb al het eerste deel gehaakt. We gaan samen het tweede deel haken. Ik wil even laten zien waarmee ik het gehaakt heb. Ik heb het geleverd gekregen van Durable. Het is Durable Coral. En het is kleur antiek pink. Ik heb daarbij ook een mooie haaknaald van Clover meegekregen. Van haaknaaldmaat 2,5 mm. Ligt heerlijk in de hand. Ik heb met deze garen even een stukje geprobeerd. Maar ik merk dat het dan net wat te stijf wordt. Dus ik ga toch voor een 3 mm haaknaald. Die zijn ook te krijgen van Clover. Ik zal de link hier straks in de informatiebox erbij plaatsen. Durable Coral. Sommige mensen zullen denken, hey, maar dat is amigurumi garen. Nee, haakkatoen is haakkatoen. Dan kun je kleding mee haken en dan kun je ook amigurumi mee haken. Ik haak er graag kleding mee. Waarom? Het draagt soepel. Het is van katoen. Ik hou van natuurlijke materialen. Dus mijn voorkeur gaat hiernaar uit. Durable Coral. Het is kleurvast. Het verkleurt niet in de was. Het blijft lang duren. Het gaat niet pillen. Het gaat niet pluizen. Het splijt niet. Het is super garen. Ik heb voor mijn jurk maat 36, 38 heb ik totaal 10 knotjes van deze nodig. Een voorkant 5, achterband ook 5. Maar met dat laatste bolletje gaan wij het geheel in elkaar maken en de details eraan vastmaken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een leuk bloemetje bij de botenhals vooraan. Of een cintuurtje of iets dergelijks. Dus ik adviseer echt voor maat 36, 38, 10 bolletjes te nemen. En elke kledingmaat erna 2 bolletjes meer toevoegen. Dus bijvoorbeeld als je rond de 38, 40 zit, neem 12 tot 14 bolletjes en ga zo door. Neem altijd wat extra, want ik haak op mijn strakte of losheid, hoe je het wil noemen. Jij haakt misschien met een andere haaktensie. Je haaknaaldaanpassing is ook een gare meting eigenlijk. Als je met een kleinere haaknaald haakt, heb je meer garen nodig. Haak je met een grotere haaknaald, heb je minder garen nodig. Maar dan ligt het er nog aan, hoe strak haak jij? Dus hou er rekening mee dat je altijd ruim voldoende aanschaft. Het zou zonde zijn als je later na moet bestellen wat niet nodig is. Hou er wel rekening mee, garen die over is. Ik probeer altijd projecten te verzinnen waarbij we de restanten gaan gebruiken. Dus doe het niet weg, leg het aan de kant, maak een bak, leg ze daarin. We gaan starten met de basisketting van stokjes opzetten. Dus de ketting van stokjes. Waarom? Dan blijft de rek erin zitten. Als je hier een ketting van lossen maakt, kan ook. Maar dan moet je echt maatnaald groter pakken. Zoals je met 3 mm gaat haken, pak een 4 mm haaknaald. En zet de ketting op zoals beschreven is in het patroon. Ik ga jullie nu laten zien hoe je een ketting al hakend stokjes opzet. Ik heb er ook een losse tutorial van. Maar ik zal het nu nogmaals gaan laten zien hoe dat in zijn werking gaat. Goed, ik leg de bolletjes even opzij. Ik pak de eerste erbij. Ik probeer altijd de labels te bewaren. Zodat als ik klaar ben dat ik hem eromheen kan doen. Dat ik het kleurnummer nog heb. 2,5 mm leg ik even voor deze aan de kant. Ik ga met de 3 mm beginnen. Leg ik deze ook even opzij. En dan ga ik beginnen met eerst 3 losse op te zetten. Dus wat je doet. Je pakt de draad met je wijsvinger en je duim vast. En met de middelvinger en de ringvinger pak je de draad wat aan de bol vast zit. Dus je hebt hier het begin van het draadje en dat loopt tussen de vingers door. Dan leg je hand eigenlijk op de tafel. Je legt je steekt de haaknaald onder het draad en je wipt eigenlijk de draad omhoog. Dan draai je om het draad heen. Dan heb je eigenlijk een beetje een knikje erin zitten. Dat is goed. Dan pak je met de naald het werkdraad vast. En dan trek je de lus door. Zo heb je de eerste opgezet. Ik heb het voorkeur om even goed aan te trekken dat er een goede strakke knoop in zit. Want als je straks terug gaat werken, weet je zeker dat die knoop niet los gaat zitten. We gaan nu beginnen met 3 loshaken. 1, 2, 3 lossen. Dan gaan we terug naar de eerste losse die je gehaakt hebt. Dus sla je draad om de naald en dan ga je naar de eerste steek. Steek je door onder 2 lussen door. 2 lussen. Dan pak je draad op en haal je door de 2 lussen heen. 1 keer.
een beetje loslaten het draadje. Dan pak je het met de naald weer een draad en haal je hem door één lus. Zorg dat je die niet strak trekt, want dat heb je straks nodig met de volgende steken. Draad om de naald, ga je door twee lussen heen. Draad om de naald, door twee lussen heen. Nu heb je twee stokjes op een rij gehaakt. Dan sla je draad weer om de naald. En dan ga je een kwartslag draaien en dan zie je hier een V-vorm. Dan ga je onderdoor, dus dat is die losse die je opgehaald hebt. Onder twee draadjes door. Hier. Dan pak je draad en haal je onder die twee draden door. Haal je op. Weer het draad een beetje laten vieren, dus een beetje loslaten. Draad om de naald, door één lus. Draad om de naald, door twee. Draad om de naald, door twee. Dan heb je drie stokjes bovenop elkaar gemaakt. Nou weer. Draad om de naald. Werk draaien. Dan zie je hier weer het veetje. Hier. Daar ga je onderdoor. Heb je twee lussen opgepakt. Dan pak je draad. Haal je op. Pak je draad. Haal door 1. Pak je draad. Haal door 2. Pak je draad. Haal door 2. Dan heb je vier stokjes op een rij. En zo ga je eigenlijk door met stokjes opzetten. Dus draad omslaan, onder twee lussen door, draad ophalen, draad door één lus, draad door twee en draad door twee. Dan heb je 2, 4, 6 stokjes in een rij gehaakt. Nou, zo ga je door in een meervoud van 22 steken. Dus 22 stokjes. Ik heb voor mijn voorkant 4 keer 22 gemaakt. En voor het achterpandje ga ik 3 keer 22 maken. We willen aan de voorkant een vorm van een boterhals of een watervalneklijn gaan creëren. Dus dan heb je aan de voorkant meer ruimte nodig dan aan de achterzijde. Goed, ik ga mijn 3 keer 22 stokjes opzetten al hakend. En dan komen wij dadelijk terug en gaan we beginnen met het afronden van de toer plus starten aan de eerste toer. Dan gaan we de basis leggen van het wiebertje en dan ga ik je uitleggen hoe verder te gaan. Goed, ik heb de 3 keer 22 stokjes opgezet. Dan gaan we nogmaals 4 stokjes erbij maken. Om het begin en het eind sluitend te maken aan elkaar. Dus dat we met een goede aantal stokjes kunnen beginnen en kunnen afsluiten. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. En de laatste is nummer 4. Dan heb ik 3 keer 22 stokjes plus 4 erbij. Dan gaan we beginnen met de eerste toer van het patroon. Wat ik altijd doe is 1 losse haken en werk draaien. En daar waar je de losse hebt gehaakt, dus in het eerste stokje, maak ik direct een stokje bovenop. Hierdoor krijg je straks een mooie, gave, scherp rand aan de zijkant en krijg je geen gaatjes of bobbeltjes. Goed. Nu haak je 1 losse. Sla je 1 steek over en over de volgende steek ga je een stokje maken. Voor de volgende 21 steken maak je 1 stokje. Dus nummer 20 en nummer 21. We zijn begonnen met een stokje, 1 losse, 1 steek overslaan en dan 21 stokjes in een rij. Nu, 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 21 allemaal 1 stokje haken. Nummer 20 en nummer 21. Hier is de losse, daarna komen 21 stokjes in een rij. Hier gaan we verder. Weer 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende 21 weer 1 stokje. Ja, hier. 19, dus nummer 20 en nummer 21.
eerst de losse met 1 steek overslagen en daarna 21 stokjes. 1 losse en in je laatste steek, dus 1 steek overslaan, maak je 1 stokje bovenop. Nu 1 losse en weer draaien. We zijn weer aan de goede kant van het werk. Dat bepaal je door de eerste toer stokjes die je op hebt geraakt. Dat is de goede kant van je werk. Bovenop het stokje van de vorige toer maak je eerste stokje. Zo. In die losse ruimte maak je ook 1 stokje. Nu 1 losse. Slaan we het eerste stokje van de 21 over. En in de volgende 19 steken maken we ieders 1 stokje. 18. En nummer 19. Ze zijn begonnen met 1 stokje bovenop het voorgaande stokje. Een stokje in de losse ruimte. 1 losse haken. 1 stokje van de 21 overslaan. En in de volgende 19 maak je ieders 1 stokje. Dan ben je geëindigd in de steek voor het laatste stokje. Dus je houdt nog 1 stokje over. Dan zit je goed. Nu. 1 losse. En in de losse ruimte maak je 1 stokje. 1 losse. Sla je weer 1 stokje over. En in de volgende 19 maak je ieders 1 stokje. Nummer 17. Nummer 18. En nummer 19. Dan ben ik weer geëindigd in het voorlaatste stokje. Dus het laatste stokje heb je niks in geraakt. Het stokje daarvoor heb je 19e stok geraakt. Nu weer 1 losse. In de losse ruimte maak je 1 stokje. 1 losse. En weer het eerste stokje overslaan. En in de volgende gaan we beginnen met ieders 1 stokje over de volgende 19 steken. Dus 17, 18, 19. Dat zijn 19 stokjes. Het laatste stokje niet gehaakt. En dan gaan we verder met 1 losse. In de losse ruimte maak je 1 stokje. En in de steek erna maak je 1 stokje. Dus je bent begonnen met 2 stokjes, waarvan 1 bovenop het stokje en 1 in de losse ruimte. 1 losse, 1 steek overslaan. 19 stokjes op een rij. Eindig voor het laatste stokje. 1 losse, stokje in de losse ruimte van de vorige toer. 1 losse, de eerste steek overslaan. 19 stokjes op een rij. Voorlaatste raakje ongehaakt, dus kom je op de steek voor de laatste uit. Dan maak je 1 losse, 1 stokje in de losse ruimte, 1 losse, de eerste steek overslaan, 19 stokjes op een rij, 1 losse haken en in de laatste losse ruimte van de vorige toer maak je 1 stokje en bovenop het stokje van de laatste steek maak je 1 stokje. Even korte uitleg. We hebben hier dat ene stokje tussenin gehaakt. Dat gaat het begin zijn van de volgende wiebertjespatroon. De brede patroon die gaat naar elkaar toe lopen. En die gaat open worden. Dus hier komen steeds meer bij en daar gaat steeds van af. Dus we zijn nu op 19 stokjes op een rij. De volgende zullen er 17 op een rij zijn. En hier heb je 1 stokje. Dat zullen er 3 worden. En zo ga je door. We gaan nog even een paar toeren samen doen. Haak 1 losse en werk draaien. Dan haken we bovenop het eerste stokje direct weer het eerste stokje. Stokje, bovenop het tweede stokje een stokje. En in de losse ruimte een stokje. Omdat deze stuk smaller moet gaan worden, haken we nu eerst 1 losse. Slaan we de eerste stok over en over de volgende 17 steken maken we 1 stokje.
en nummer 17. Dus we zijn begonnen met 3 stokjes op een rij, een losse en dan 17 stokjes. Nou, hou je nog 1 stokje over van de 19 van de vorige toer. Die laat je ongehaakt. We gaan nu beginnen met van hieruit wijder te werken. Dus in plaats van 1 wordt het er nu 3. Alleen je haakt eerst 1 losse om die ruimte te overbruggen. Van het stokje wat je niet gehaakt hebt. In de losse ruimte haak je het eerste stokje. Bovenop het enkele stokje haak je ook een stokje. En in de volgende losse ruimte haak je ook 1 stokje. Dan heb je er 3 op een rij. 1 losse. Eerste stok overslaan en over de volgende 17 steken van de vorige toer maak je ieders 1 stokje. En nummer 17. Nu gaan we het weer herhalen. 1 losse. In de losse ruimte 1 stokje. Bovenop het stokje 1 stokje. En in de losse ruimte 1 stokje. Gevolgd door 1 losse, 1 steek overslaan en weer 17 stokjes in de rij. 15, 16 en nummer 17. Gaan we herhalen wat we in het begin hebben gedaan van deze toer, alleen aan de spiegelbeeld. Dus 1 losse, in de losse ruimte 1 stokje. Bovenop het ene laatste stokje een stokje. En bovenop de laatste een stokje. Houd er rekening mee dat als je met een losse werkt voordat je werk draait, dat jouw losse steek de laatste ruimte is waar je een stokje haakt. 1 losse. En gaan we zo het werk draaien. Wat hebben we nu gedaan? We zijn hier begonnen met 3 stokjes op een rij met een losse ertussen en dan 17 stokjes. 1 losse, 3 stokjes, 1 losse, 17 stokjes. 1 losse, 3 stokjes, 1 losse. En dan 17 stokjes, 1 losse. En over de laatste 3 steken, 1 stokje. Dan zal je gaan zien al hier eigenlijk al, dat je hier al een klein driehoekje gaat vormen. Nou, je hebt nu dus 3 stokjes. In de volgende toer zullen dat er 5 zijn. De toer daarna 7, de toer daarna 9, enzovoort, enzovoort. Tot je 21 stokjes op een rij hebt. En dan gaan we weer taps toewerken. Zoals we nu hier doen. Hier hebben we nu 17 stokjes tussen de losse ruimtes in. Dan zal de volgende toer 15 stokjes worden. De toer daarna zullen er 13 worden. De toer daarna 11 enzovoort enzovoort enzovoort. Tot je in het punt bent aangekomen. En dan gaan we weer meerdere. Dus zo ga je de wiebertjes maken. De wiebertjes telling wat ik gedaan heb is vanaf de eerste punt. Dat is dan de eerste wieber. Ik heb voor mijn jurk heb ik 4 wiebers op een rij gemaakt. Dus dat ga ik met het achterpandje gelijk doen. Dus ik ga nu ook de hoogte van 4 wiebertjes haken. Goed. We hebben nu 17 op een rij en 3 stokjes ertussenin gehaakt. Dan gaan we nu 5 stokjes haken. Maar, omdat we hier natuurlijk met een halve wieber werken, zullen we hier maar 4 stokjes gaan krijgen. En in de volgende toer maar 5. En de toer daarna 6. Dat is het enige verschil. Het is het begin en het eind. Dat zal nooit op een oneven of even aantal uitkomen. Omdat je altijd met 1 stokje meer blijft werken. In plaats van 2. Dus we starten bovenop het eerste stokje met 1 stokje. Over de tweede en de derde stok maak je ook ieders 1 stokje. En in de losse ruimte ook 1 stokje. Dus we hebben hier nu in het begin 4 stokjes gehaakt, 4 stuks. En dat zullen we straks aan het einde ook gaan krijgen. 1 losse, 1 steek overslaan en nu gaan we 15 stokjes op een rij haken. En nummer 15. Hebben we 1 stokje over, dan zit je goed. We gaan nu dus, in plaats van 3 stokjes op een rij, gaan we 5 stokjes op een rij haken. Doe je als volgt. Als eerste 1 losse. In de losse ruimte haak je 1 stokje. Dat is nummer 1. Dan ga je over de 3 stokjes ieders 1 stokje haken. Dat is nummer 2. Nummer 3. En nummer 4. En dan zijn we bij de volgende losse ruimte aangekomen. En daar haak je stokje nummer 5 in.
1 lossen. Slaan we weer de eerste stok van die 17 over en dan gaan we 15 stokjes op een rij haken. En nummer 15. Hier zijn de 5 stokjes met een losse ertussen en hier zijn de 15 stokjes. Als je nou in je hoofd houdt 15 plus 5 is 20, dan zit je altijd goed. Je moet altijd 20 uitkomen. Het maakt niet uit in welke toer je bent, maar de losse niet meetellen. Dus die en deze samen zou samen 20 moeten zijn. Nou, als ik hier 15 heb en ik heb hier 5, zijn dat de 20. Het maakt niet uit welke toer je doet, je zal daarop uitkomen. Nu weer de volgende sectie. 1 losse. In de losse ruimte maak je het eerste stokje over de 3 stokjes. Maak je ieders 1 stokje. Dat is nummer 2. Een stokje. Het derde stokje. En het vierde stokje. En in de losse ruimte het vijfde stokje. Nu weer 1 losse. Slaan we 1 steek over. Dus het eerste stokje van die 17 sla je over. En dan ga je in de volgende 15 stokjes ieders 1 stokje haken. En nummer 15. Dan zijn we bij het einde aangekomen. We hadden in de voorgaande toer 3 stokjes. Dus we hebben hier nu 4 stokjes op een rij maken. Eerst 1 losse. Dan ga je naar de losse ruimte. Dan haak je het eerste stokje in. Over het volgende stokje haak je het tweede stokje. En de volgende het derde. En de laatste, zoals ik net heb uitgelegd, is in die keer losse die je gemaakt hebt. Je ziet dat het heel mooi recht gaat lopen. Je hebt geen bobbeltjes, geen gaatjes. Helemaal mooi. Nu, 1 losse. Werk draaien. Nu hebben we in plaats van 4 stokjes op een rij, gaan we 5 stokjes op een rij haken. En in plaats van 15 stokjes op een rij, gaan we hier 13 stokjes op een rij. 13 plus 7 is 20, dus hier gaan wij nu 7 stokjes op haken. 5 stokjes hier, plus iedere losse ruimte 1 stokje. Stokjes gaan we nu, en 4 stokjes gaan we nu 5 stokjes maken. 1 losse in de losse ruimte, eerste stokje. In de eerste stok het tweede stokje. En daarnaast het derde stokje, in de volgende het vierde stokje. En weer in die keer losse. Let op dat je onder 2 lussen doorgaat. Hier maak je het vijfde stokje. Goed, we zijn dus begonnen met 5 stokjes in de rij. 13 losse, 7 stokjes losse, 13 stokjes losse, 7 stokjes losse. 13 stokjes lossen en dan 5 stokjes. Goed, dit ga je doorhaken tot je deze 2 punten bij elkaar zijn. En dan kom ik bij je terug. Zo. Ik heb het eerste stuk gedaan. Zoals je ziet is die hier wijde gaan lopen. En daar is die taps toe gaan lopen. Elke toer doe je dus, als je wijde moet gaan lopen, 2 stokjes bij, dus 1 in het eerste los en 1 in de tweede losse ruimte, waardoor je elke keer plus 2 meer krijgt. Ik zit hier nu op een stekenaantal van 19. In dit gedeelte, dus als je hier wijde gaat, dus je 2 meer hebt, heb je hier 2 minder. Ik kom hier uit op 1 steek, dus 1 plus 19 is 20. In het begin en aan het einde heb je uiteindelijk 11 stokjes op een rij. We gaan nu beginnen met de basis te maken voor de bovenop de punt een wijde eruit te laten lopen en van punt op punt taps toe te laten lopen. Zodat je mooi dat wiebertjesvormpje door blijft krijgen. En hier als het ware een nieuw wiebertje gaat vormen. Ik heb al 1 losse gehaakt. Dan gaan we het werk draaien. En dan gaan we de andere kant verder. Goed, ik heb hier dus 11 stokjes op een rij. Dat zullen nu 12 worden. Gaan we beginnen. In de eerste steek, het eerste stokje. De volgende steek, allemaal 1 stokje maken tot je 12 stokjes op rij hebt. En de 11e, in de losse ruimte maak je nummer 12. 1 losse,
Dan sla je dat stokje over en dan ga je in de volgende losse ruimte het volgende stokje haken. En dan moet je van losse ruimte tot en met de volgende losse ruimte 21 stokjes op een rij hebben. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begintoer. Dus de eerste toer die je gehaakt hebt na het opzetten van je stokjes. En nummer 20 en nummer 21 in de losse ruimte. Nu ben je weer bij het stokje aangekomen, haak je 1 losse en in de volgende losse ruimte haak je de eerste stok. En dan ga je door met 21 stokjes. En het 21ste stokje belandt in het losse ruimte. Ik heb nu dus de 21 stokjes op een rij gehaakt met een losse. Hier een losse, 21 stokjes. Hier een losse. En de laatste 12 stokjes op een rij. 1 losse. En nu ben je eigenlijk aangekomen op het einde van een driehoek. Of het nou in de punt is of op de helft is van de volgende driehoek. Dit is het punt waar je 1 losse haakt. Dan ben je precies op de helft. Nu gaan we ervoor zorgen dat die punten weer naar elkaar toe gaan lopen. En je hier als het ware weer een nieuwe punt gaat creëren. Het is op zich niet moeilijk. Het is het werk spiegelen wat je hier hebt gedaan. Dus je hebt hier 1 stokje en dan doe je hier 1 stokje. En de volgende is weer 3 stokjes. En de volgende is weer 5 stokjes. En 7 en 9 en et cetera, et cetera. Tussen de losse ruimtes in wordt dan in plaats van 21 stokjes, wordt het 19 stokjes, 17, 15, 14, 13, et cetera, et cetera. En het begin hierachter zit nu op 12 stokjes. Dan ga je de 11 hebben, dan 10, dan 9, 8, 7, 6, tot je nog maar 1 stokje over hebt. En dan is jouw wieber klaar. Dus je gaat nu in plaats van 12 stokjes, moet je hier gaan minderen, want die punten moeten die kant op gaan lopen. Je hebt hier een half wiebertje qua vorm. Dus een halve, dat moet zo door gaan lopen. Dus je gaat hier van 12 stokjes naar 11 stokjes. Losse, stokje in de losse ruimte. Losse, in plaats van 21 stokjes maak je 19 stokjes. Losse, stokje in de losse ruimte. Losse, en dan weer 19 stokjes. Losse, een stokje in de losse ruimte. Nog een losse, en dan weer 11 stokjes. Werk draaien, en dan ga je beginnen met 10 stokjes, losse, 3 stokjes, losse, 17 stokjes, enzovoort, enzovoort. Dan zul je zien dat deze punt naar elkaar toe gaat lopen en dat je hier een punt en hier een punt gaat creëren. En dit gedeelte gaat die kant op lopen. Zo, daarheen. Ik heb voor de mijne heb ik een lengte van 4 volledige wiebers gemaakt. Dus deze wieber en deze wieber. Alleen ik heb met het eerste deel heb ik 4 volledige secties van 22 opgezet plus 4 stokjes. Waardoor ik een lengte krijg met 4 volledige wiebers. Dus nummer 1, dus nummer 2, nummer 3 en nummer 4. Het is voor mij een goede lengte. Als het voor jou wat langer is, hou er rekening mee als die langer moet worden. Dat je ook meer garen nodig hebt. Ik ga eerste deel, tweede deel afhaken en dan gaan we samen het geheel in elkaar maken om jullie te laten zien hoe simpel het kan zijn om een jurk toch mooi in elkaar te zetten, maar geen naald te hoeven gebruiken. Dus we gaan al hakend de twee delen in elkaar maken. Ik zie jullie graag terug in deel 2 en alvast bedankt voor het kijken en graag tot strakjes.